In onze niet ophoudende speurtocht naar hobby's bij ons in de gemeente Drimmelen ben ik vandaag terechtgekomen bij Richard Pols. En Richard Pols heeft niet zomaar een hobby, nee, Richard Pols heeft een speciale hobby waar ik heel graag aandacht aan ga geven. Het gaat hier om 3D-printen. En dat is een ontwikkeling van, zeg maar, ik geloof de laatste 30 jaar. Maar om meer te weten, kom ik toch echt bij Richard uit. We zijn terechtgekomen bij Richard Pols hier in Made. En Richard, jij hebt een schitterende hobby waarvan je, denk de laatste jaren heb ik begrepen, al heel erg van geniet. 3D-printen. Hoe ben je daar ooit toe gekomen? Is dat een uitwas van 2D of zeg je nee, ik ben gelijk in het diepe gesprongen? Nee, ik ben gelijk in het diepe gesprongen. En eigenlijk voor het bedrijf waar ik voor werk, zijn wij prototypes gaan maken. En een prototype, dat houdt eigenlijk in een voorbeeld van hoe zou je iets willen maken. Ja. Wij zitten zelf in de inlays en de interieur, geschenkboxen. Ja. En geschenkboxen maken wij dus een prototype van door middel van een 3D-printer. En uiteindelijk is de bedoeling dat een bedrijf die dat product maakt, met dat idee aan het werk gaat om het te promoten? Nou, om het niet om te promoten, meer om het te produceren op een grotere schaal. Een 3D-printer kun je voor kleine schaal dingetjes gebruiken, maar voor een grote schaal, ja, daar is het te kostbaar voor. Hoe begint iemand met 3D? Wat was de trigger om dat te gaan doen? Nou, meer door, ik ben zelf hobbymatig bezig met de binnenvaart, schepen maak ik dan. Oh. Ik ben ook bij een modelbouwgroep, ja, Schijndrecht ben ik lid. En maak ze kranen en alles in 1,50 vaak. En 1,50 is een mooie schaal om ook mee te kunnen spelen. Ja. Want het is eigenlijk gewoon een beetje speelgoed, mag ik het speelgoed noemen? Dat mag ik het zeker noemen, het is alleen een beetje duur speelgoed. Ja, nou ja, goed. En dat was de trigger om te zeggen van, ik er ontbreekt iets in het verhaal en dat ga ik zelf invullen, dat gat. Trigger? Nou, de trigger is eigenlijk dat ik eigenlijk in een modelbouw perfectie wil. En wat bedoel ik met perfectie? Sommige dingen en ik ben daar niet goed genoeg in om het hele fijne werk, bijvoorbeeld een ankelier, ik pak deze even als voorbeeld. Als je goed kan zien, zie je hier dus allemaal hele kleine onderdeeltjes. Hallo. En de tandwielen, ja. En klinknagels, ja. Dat kun je met de hand, nou ja, ik mag het niet zeggen onmogelijk, want er zijn mensen die het wel maken. Ja, ja. Maar met de hand is het heel lastig. En dit maakt het eigenlijk makkelijk voor de meeste modelbouwers om te zeggen, nou, ik koop zoiets of ik maak zoiets en dat zet ik op, dan verf ik, dan ziet het statisch heel mooi uit, alleen het werkt niet. Nee. En dat was eigenlijk langzaam de eerste tree, ja, die jij zet op de ladder van het beheersen van het 3D-printen. Heb je daar voor de rest, wat was je volgende stap? Nou, de volgende stap is eigenlijk dingen gaan, ik ben heel erg vindingrijk, ik vind het altijd leuk om dingen uit te zoeken. Mm-hmm. En we zijn begonnen, dat zal ik straks ook laten zien, met een FDM-printer. Nou, dat is eigenlijk een draadprinter, even in kinderlijke taal. Ja, ik denk dat de mensen die al iets weten van 3D-printers, dat ze alleen dat idee kennen van een rare stellage met draden die erin verdwijnen. Klopt, en dat wordt gesmolten en door een smeltingsproces krijg je een hele dunne lijn. En je moet zo zien, een FDM slash draadprinter gaat laag per laag per laag per laag omhoog en uiteindelijk krijg je een object. 3D-printer, nou wil ik wil een tol laten maken bij jou en dan zeg ik, Richard, ik heb hier een tol, kun jij die namaken en kun je die in het rood voor mij maken? Hoe werkt dat? Heb jij een bouwtekening nodig of zeg je nee, geef mij het onderdeel maar, ik maak daar zelf via de scanner wel een bouwtekening. Oftewel een antwoord op je vraag, je hebt een tekening nodig. Ja. Zonder tekening kom je nergens. Nee. En die maak jij zelf? Ik niet, dat doe ik samen met wat ik net vertelde, die vriend van mij, die tekent en ik print. Maar ik zie hier twee schermen actief en ik heb het idee dat die te maken hebben met de hobby waar we het nu over hebben. Dat klopt. In welk stadium heb je die nodig? Wat is hun functie in het krijgen van de vraag en het afleveren van het product wat iemand bij jou bestelt? Het is eigenlijk zo dat 3D-print, je hebt een tekening. En die tekening, die is vast. Dat noemen ze in het Engels solid. Ja. Oftewel een vast onderdeel. Pak even dit. Dit zijn, is een vast onderdeel. Ja. Maar dit is dik. Hè? Je ziet ook, voel maar, de randen. Zo. Nou zie je, als je goed kijkt, zie je heel veel dunne lijntjes. Ja. 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 Oh, jeetje, het zijn hele dunne lijntjes zelfs. Ja.
En dat is een lijn van 0,05 mm dik. Dan ben je wel even zoet om dat op te bouwen, want dit zou een centimeter of 20, 25 zijn. Dit is, volgens mij was het 30 uur geloof ik. Ja. 30 uur? 30 uur, ja. Hallo. Je gaat de hoogte in. Ja. En hoe hoger je gaat, hoe langer het duurt. Hoe langer het duurt, ja. En dat geldt voor de draadprinter niet. Goed, kun jij een voorbeeld geven van wat jij op die computer als voorbereiding doet? Hebben we daar de mogelijkheid om even... Zeker, ik heb twee programma's. En misschien is dat wel even om dat erbij te vermelden. Er zijn meerdere 3D-technieken. Mm-hmm. Ik maak gebruik van twee. Eén, de draadprinter, oftewel de laagjes, hè? Ja. FDM. Maar we hebben ook een SLA-printer. Dus die SLA-printer, is dat een opvolger van de eerste? Ik weet niet of het de opvolger is, want de techniek van de draadprinter wordt ook steeds verfijnd. Dus dat, ik denk niet dat het de opvolger is. Het is alleen wel, je kunt er zuiverder mee printen. Mm-hmm. En zuiverder bedoel ik de kleine objecten. Pak even dit als voorbeeld. Ja, dat is heel gecompliceerd. Ja, dit komt uit één onderdeel, dit komt uit één tekening. Hallo. Maar als je goed kijkt, zie je al die dunne lijntjes. En al die de tekst erin, die staat bijvoorbeeld voor Racing KTM. Racing KTM, ja. Dat staat, staat er in letters zelfs op. Ja, en dat doet de SLA-printer. Die doet dat. Die is nog fijner dan de draadprinter. Goed. En daarvoor hebben we gekozen, zeker omdat wij 1,50 printen. Ja. En dat is de schaal 1,50. Waardoor je ze, wat je net liet zien, ja, al die kleine dingen kan printen. Hallo. Ik ben benieuwd hoe dat nou op de computer gaat. Kunnen we er even naar kijken? Zeker. Oké. Okay. Nu zitten we toch wel in het... een wat kritische fase, want nu ga je laten zien wat jij allemaal als voorbereidingen nodig hebt om uiteindelijk die 3D-printer aan het werk te krijgen. Klopt, ja. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Ik zie hier een hele mooie landschap ergens in Arabië en iets wat van alles kan zijn. Nou, het is lansrood, maar dat maakt niet uit. Oh, dat... wat ik net al vertelde over de laagjes, dit is het programma voor de slaammachine. Ja. En wat wij hiermee gaan doen, is ervoor zorgen... het programma zorgt ervoor dat het lager gaan maken. Dit zijn allemaal tekeningen. We hebben net het voorbeeld laten zien van de anker hier, het onderdeeltje, dit hier neergezet. Nou, wat er gebeurt als ik dit gewoon los erin zou zetten, dus ik ga even een voorbeeld pakken. Ik heb hier het object. Ik ga hem eventjes netjes maken dat hij goed op de bouwplaat was. Dat is hetzelfde ding wat op tafel ligt. Dat is hetzelfde ding waar we mee begonnen zijn. Correct. Nu zie je dat dit is mijn bouwplaat voor de printer. Daar komen alle objecten straks opgeprint. Als ik inzoom, zie je, wat jij net in je handen hebt gehad, de hendeltjes, de rem, de motorkast, de klinknageltjes. Als ik dit zo ga printen, dan gaat het niet goed komen. En ik zal vertellen waarom. Als hij dit print, dan zakt dit. Het moet ondersteund worden. En dat heet in het Engels support. Ja. Nou, hij zakt door zijn eigen gewicht wat hij opbouwt op een gegeven moment. Ja, nou, hij heeft geen houvast, dus hij weet niet wat hij moet doen. Okay. Dus je moet houvast creëren. Correct. Kijk, die zal wel zijn goed komen, want als ik dan even naar de onderkant kijk. Hij pakt hem. Dit zal goed komen, maar dit, en hij misschien ook nog wel, maar ja, die trekt al mee. Dus dit wordt een hele mislukte print, dat kan ik je nu al vertellen. En daar is dit programma voor om het te ondersteunen. Het is hetzelfde object, maar nu met allemaal ondersteuning eronder. Die moet je dan verwijderen op het moment dat het ding klaar is. Klopt. Oké. Ja. En je ziet, die ondersteuning is veel dunner van materiaal dan het object. Want als het net zo hard is, ja, dan breek je alles af. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal voor deze printer. Dan heb je ook nog de andere printer. En dit... is eigenlijk een beetje een soort gelijk programma. Maar wat dit programma doet, dit is de machine, de bouwplaat. Ja. Ik zet daar onderdelen op. Net zoals wat ik net heb gedaan met de ankerlier. Dit is een poppenbedje van mijn dochter. Die kun je nou klaarklikken als die klaar beprint is. Nu zie je ook de omheining van het poppenbedje. Dit is de bodemplaat. Ook deze moet... geslijst worden, oftewel in lagen gemaakt worden. Nou, dat heb ik inmiddels gedaan. En hij geeft aan dat hij 4 en 50 minuten bezig is om dit te printen. Dat is gewoon een hoop tijd. Dat is hobby. Oké. Ik denk dat besef dat tijd een aparte fenomeen is in het hele proces, daar zullen mensen aan moeten wennen. Want je bent eigenlijk gewend van
Nou, een minuut, drie, vier, vijf en dat is allemaal wel geregeld. Maar dit heeft duidelijk zijn tijd nodig. Klopt, en daarvoor zal dit ook nooit... als je ooit zakelijk zou willen doen, is dit ook totaal niet interessant. Tenzij het iets dermate speciaal is dat het de moeite waard is om zo lang te wachten. Maar iets wat in serie gebouwd zou worden, daar is dit natuurlijk nooit de oplossing voor. Absoluut niet. Nee, oké. Okay. Dus dit is de andere machine, het andere systeem, dat was iets... De oude, ja. De beginners. De draad. Ja, oké. Okay. En dat wordt nog steeds normaal gebruikt naast elkaar. Zeker, en die wordt ook nog steeds verfijnd. Ook nog, oké. Okay. Ja. Goed. Dus dit heb je nodig, wat je nu hebt laten zien, om uiteindelijk de printer aan te kunnen sturen. Correct. Komt er dan een bestandje uit wat je op een sticky zet en wat je daar dan weer gewoon inplucht? Dat is de tweede stap. Dan zie je hier bij dit programma Save to Disk. Ja. Ik heb hier twee USB-stickjes. Ja. Ik stop de USB in de computer. Ja. En ik zeg tegen hem Save to Disk. Nou, dan ga ik in de computer hem opslaan op de USB. Ja. Die heb ik in het ding gedaan. Ja. En ik noem hem even poppen, wedje. En ik doe hem opslaan. En het is klaar. En gewapend met dit verhaal gaan we dadelijk naar de grote printer. Nou, dat zeg ik naar die andere. Maar dit ga ik ook voor de andere printer doen. Ja. Richard, dat was een heel verhaal. Moeilijk, pittig. En noodzakelijk, want we gaan naar het Heilige der Heiligen voor het moment suprême. Want daar uiteindelijk moet er gebeuren wat we hier zo hard hebben voorbereid. Ja, dat klopt. Alles staat klaar, we kunnen er naartoe? We kunnen er zo naartoe. Dan trotseren wij de regen en dan rennen we er naartoe. Top. Oké. Okay. Oké. Okay.